Hallo Kreef, leuk dat je kijkt naar deze astro-tarot-voorspelling voor november 2015. Excuus dat het wat langer heeft geduurd, dit filmpje, maar ik heb heel erg stemproblemen gehad. Ik had helemaal geen stem meer zelfs, waardoor het voor mij onmogelijk was om de filmpjes op te nemen. Maar ja, vandaag ben ik er dan toch. En ik ga weer werken met de Rider-Waite-tarot. Ga ik dadelijk drie kaarten speciaal voor jou als kreeft uittrekken en schudden. En als afsluiting gebruik ik deze maand de eigenwijsjes. En dat is eigenlijk een spreuk, eigenlijk een inzichtje. Wat nog een toevoeging geeft aan datgene wat ik daarvoor heb verteld over de tarotkaarten. Nou, een kijker van mijn filmpjes had de suggestie van: goh, schud ook meteen de kaarten terwijl je het filmpje bent op het nemen, als dat mogelijk is. Want dat is misschien wel leuk om te zien dat ik op dat moment daadwerkelijk de kaarten ook voor jou, in dit geval als kreeft, trek. En dat doe ik dus bij deze. Dus heb je zelf nog leuke ideeën of suggesties voor deze filmpjes? Laat het me weten en wie weet kan ik het toepassen. Nou, de drie kaarten die ik voor jou heb getrokken voor de maand november. Dat zijn deze drie kaarten. Dat is de vier van staven, de grote arcana kaart, de zon en de zes van staven. En dat ziet er op zich heel erg positief uit. Sowieso ga jij deze maand iets afsluiten. Of er is een feest op komst. Of je hebt letterlijk een fase die je op een goede manier gaat afsluiten. Of je hebt een jubileum. In ieder geval wordt ietsje duidelijk in de zin van dat er een afsluiting komt in het een of het ander. Verder is het ook belangrijk deze maand dat je wat meer voor jezelf gaat kiezen. Je bent als kreeft een gevoelig mens, een heel zorgzaam mens ook, waarbij je heel vaak de neiging hebt om de zorg voor anderen op je te nemen en constant klaar te staan voor anderen. Deze maand is het ook heel belangrijk dat je een keer nee zegt, een keer op je grenzen let. En ook eens een keer zegt van nee, dat komt mij nou niet zo uit. Of ja, ik ben er nou niet aan toe of ik heb nou zin om iets anders te gaan doen. Dat zeg ik ook omdat deze kaart erbij zit. Die jou eigenlijk ook vraagt van goh, zorg dat je leuke dingen gaat doen. Het kind in jezelf, zeg maar, plezieren. En zorg dat je dingen doet waar je plezier aan beleeft, maar ook energie van krijgt. En ga je te veel dingen doen voor anderen, zet je jezelf te vaak op de tweede plek, dan kan het ook zo zijn dat het je allemaal gewoon te veel wordt. Dat je je energie wegstroomt en dat je eigenlijk als het ware opbrandt. Want dat is ook de andere kant van deze kaart. Dus op zich heb je heel veel dingen om in november naar uit te kijken. En zul je ook dingen kunnen afsluiten. Maar daar moet je zelf ook wel wat voor doen. Dat is dus namelijk voor jezelf kiezen. Meer dingen doen die jij leuk vindt en waar jij je prettig bij voelt. En ook eens een keer nee durven zeggen. Niet altijd maar klaarstaan voor anderen. Sta deze maand voor de verandering eens klaar voor jezelf. En ben daar ook duidelijk in. Het getal 4 zit hierin. Ben daar ook duidelijk in naar anderen. Je kwetst anderen niet door een keer te zeggen: goh, sorry, ik heb nu geen tijd. Ik heb er nu even geen tijd voor om jou te helpen. Dat is voor jou goed. En iedereen bij wie je dat duidelijk uitlegt, zal dat echt respecteren en helemaal niet raar over doen. Dat is meer het idee wat je zelf vaak in je hoofd hebt zitten. Dus ga voor de leuke dingen, kies voor jezelf en zorg dat je niet over je grenzen heen gaat in november. Nou, zoals beloofd ga ik ook een eigen wijsje kaartje trekken. Er staat altijd een leuk kort spreukje of tekstje op en dat zegt iets extra's nog over de maand november voor jou. Nou, en in dit geval is het: ik ben sterk. Met een hele coole muis erop. En deze muis, deze tekst die zegt dus het eigen wijsje van: ik ben sterk. Ja, sterk genoeg om te zeggen: ik kies een keer voor mezelf. Ik ga niet over mijn grenzen heen en ik laat mijzelf eens een keer op de eerste plaats staan. En daardoor voel ik me happy, ben ik sterk en voel ik me goed. Nou, daarbij wens ik je natuurlijk heel veel succes.
Wil je nou meer informatie over de tarot, over wat ik doe in mijn praktijk, Esther van Heerenbeek? Dan verwijs ik je heel graag naar mijn site www.esthervanheerenbeek.nl. En als je deze filmpjes leuk vindt of je hebt er wat aan gehad, nou, dan vind ik het leuk als je het duimpje opgeeft. Je abonneert op mijn YouTube-kanaal of via Facebook abonneert mijn praktijkpagina's Praktijk Esther van Heerenbeek op Facebook. Nou, dan wens ik je een hele fijne maand november. Hartelijk dank voor het kijken en ik hoop je graag terug te zien in december. Graag tot dan. Doei!